Goedenavond allemaal, dit is Trudy Versteeg. Het is 23 april 2021. Mooi is dat ik af en toe ruimte krijg voor een slaapplek. Omdat ik opdrachten maak. En die opdrachten maak ik om een volk te redden. Om mensen te redden. Om kinderen te redden. En daarom heb ik slaapplekken. En het mooie is dat ik... echt nou, door heel veel vrouwen in mijn leven naar de Filistijnen ben geholpen, dat ik nu toch gewoon hulp krijg van vrouwen. En alleen vrouwen kunnen deze terreur, deze mannenmacht, die Truus ook als zodanig benoemd, doorbreken. Omdat mannen elkaar unaniem gijzelen enerzijds en anderzijds zij een moeder hebben ontbeerd die hen beschermde tegen datgene wat Truus heeft meegemaakt. En nog erger. Of nog erger, alles is eigenlijk bizar. En mensen die zich laten inenten nu, daarbij durf ik te zeggen dat ze binnen een paar jaar niet meer in leven zijn. Deze mensen met wie wij te maken hebben zijn gestoord. Ze noemen ons gestoord, maar zijn zelf gestoord. En achter delen met anderen, niet wenselijk enerzijds en anderzijds zijn ze bezig met een massamoordprogramma. En dat zag ik al vorig jaar maart 2020. Vervolgens ben ik van LinkedIn afgegooid. Vervolgens twee accounts van Facebook gewist. Dat is mijn derde account nu. Daar ben ik nu ook weer 60 dagen gewist om te spreken. En 30 dagen om te kunnen schrijven, te reageren. En... alles wat in mijn case gebeurt kan niet. Ik ben een paria, ik ben van alles ontnomen. En ik kan daar maar één ding over zeggen. Is dat dit gewoon een repetitie is van machtsgeilheid die al meer dan 3000 jaar plaatsvindt jegens vrouwen en kinderen. En die moet afgelopen zijn, want anders is er geen toekomst meer voor de mensheid. Ik heb dus eerder, deze mensen wil ik nu nogmaals benoemen, dat derde verzet, wat getekend is door een aantal mensen, toen ik uit huis werd gezet 1 februari 2021. De film volgt daar nog van. Ik ben door Manon de Jong uit Den Bosch benaderd om die film af te maken, omdat er was blijkbaar ook een troll. De hele lijst van trollen die wordt steeds verder uitgebreid naar meneer van Wees de Weerstand, Hans Meijer en Wouter Raadgever. En Sander Kan, Groene Engel. En ik ben vorige week in Amsterdam nog besodemieterd door iemand die mijn computer zou repareren. Die gewoon doodleuk zegt, ja, je hebt toch al een heleboel mensen die tegen je zijn, dus ik kan je gewoon besodemieterd. Dus dan word je gewoon besodemieterd, dus je bent gewoon vogelvrij. Dus... als jullie iets willen doen, nou dan kom maar neerschieten, want niemand is er die mij gewoon zal beschermen. Want ze willen me allemaal dood. Want ze hebben echt dusdanig veel ziektes te verbergen. Ja, dat alles wat ik gewoon schrijf gewoon fact is. En nou ja, ik vind het heel vervelend dat die mensen dit zijn geleerd dit te doen. Maar er is altijd een kans. Je krijgt maar één keer een kans... om jezelf te verbeteren. Je krijgt ook maar één keer een kans in je leven om toekomst te creëren voor je kinderen op dit moment. Zijnde gewoon ommekeer maken van massadepopulatie, volkerenmoord, het compleet verwoesten van de mensheid, van liefde, van echte liefde, van echte mensen. Ja, en nogmaals, weet je, jullie hebben geen liefde leren kennen. En die kan je misschien nog leren kennen op het moment dat je respect hebt voor het goede. In plaats van voor het kwade. Nogmaals wil ik dit derde verzet als introductie voorlezen van de film die ik maak over mijn uithuisplaatsing. Waarbij ik echt al gewoon maanden bezig ben om die af te maken. Doch mijn computer heeft nu waterschade. Daarvoor had een andere... dus mijn site is nog gehackt. Toen was er iemand die voor mijn site het een en ander zou doen. En die heeft het niet gedaan. Sterker nog, die begon mij te clearen. Echt respectloos. Nou ja, daarna moest mijn computer gemaakt worden. Is ook gebeurd. Dus ben ik weer opgelicht. En dan vraag je je af van jongens, hebben jullie niks beters te doen?
waarom niet allemaal gewoon met z'n allen gewoon buiten de bloemetjes zetten, bloemetjes buiten zetten en gewoon in vrede leven in plaats van deze satanische bende, deze satanische verwoesting van Nederland, van de aarde. Terwijl het gewoon kan. Er is een derde verzet aangetekend. Dat derde verzet is naar al die mensen die ik nu opnoem gestuurd. Dat er dus in totaal, nu meneer Knol Kleingeld, 181 strafbare feiten tegen mij zijn gepleegd. Waarover u mij geen aangifte heeft laten doen. Samenspraak met ook de griffier, want die is ook aangeschreven door de heer Ferraz Jaranger. In samenspraak met de provincie, in samenspraak met de Eerste en de Tweede Kamer. Eerste Kamer onder andere de heer Roel van Gurp. Tweede Kamer, meneer Wurstdorfer ben ik geweest. Daar heb ik ook aangegeven aan het plein publiek dat ik wist waar kindergraven lagen. Satanische slachtoffers, slachtoffers van satanisch misbruik. Onder andere bos- en weidegronden in Galder, onder andere bij de Oostenrijkse Vende. En ja, goed, ik moet dat normaal vinden of zo. En ik moet daar respect voor hebben, dan gaat er bij mij niet in, want ik wil toekomst voor mijn kinderen. Ik wil gewoon echt toekomst voor mijn kinderen en geen vrijmetselaarstheater. Ik wil niet dat mijn zoon in een vrijmetselaarsloge wordt gedwongen of daarin verzeild raakt. En ik wil niet dat mijn dochters gewoon als slavinnen binnen het systeem moeten overleven, zoals ik. Aan de heer Jonkers, aan zijn Jonkers Zedige Drechts, gerechtsdeurwaarders, de heer Theo Zelen. T.Zelen uit jonkerszelen.nl. Ringbaan Oost 116E50-30-13-CD in Tilburg. Waalwijk 1 februari 2021. Heer Zelen, 1. Per de datum van de u reeds toegezonden proprio motu actio pauliana, het recht om eigener beweging op te komen tegen rechtshandelingen van schuldenaar E.M. mijn ex Edwin Maarten Splinter, waardoor diens schuldeisers worden benadeeld. De dato 11 december 2020 werd u het derde verzet van de heer Hebbe Holding, Hebbe van Hebbe Holding, voor aangekondigd. 2. Partijen GW Everstegen en de heer GPA Hebbe zijn in afwachting van uw memorie van toelichting betreffende door u gehanteerde proportionaliteitsbeginsel. Hoe het belang zich tot inbreuk verhoudt. Nog afgezien van het feit dat u weten had van fraude door de bank, fraude door de heer Oldekotte, fraude door meneer burgemeester Nol Kleingeld en andere clubleden, oftewel logeleden, waarvan ik weet dat u ook tot die logeleden behoort. 3. Als hoofdregel geldt dat een beslaglegger verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Dus u bent verantwoordelijk voor uw eigen handelen. En dat u dan zegt van ja, mevrouw de Hart, sataniste zeg ik gewoon, want ik weet dat dat zo is, wil gewoon per definitie dat uitruiming plaatsvindt, dan nog heeft u de verantwoording om in redelijkheid en biddelijkheid iets uit te voeren. En nu is er alleen maar sprake van het sadistisch meegaan met het andere benadelen. Just following orders, refusing to be human. Zoals alle naties eeuwenlang hebben gedaan, meneer Zelen. En nu dus ook u weer. 4. De betreding en ontruiming van het door GW Everstegen bewoonde woonhuis Massenetstraat 15 te Waalwijk is onrechtmatig wegens groepsaansprakelijkheid bij onrechtmatige daad van de navolgende personen in functie. Groepsaansprakelijkheid onrechtmatige daad, namenlijst pagina 2. Van 7. 4.1. Burgemeester. Naam. Nol. Arnoldus. Marinus. Petrus. Kleingeld. 4.2. Politieteam De Langstraat. Naam. Als verantwoordelijke Corine van der Vliet. Meneer Nol Kleingeld mogen duidelijk zijn, ondanks veel aandringen, ondanks ook aandringen van derden, mag ik geen aangifte doen van 181 strafbare feiten tegen mij gepleegd. Op het moment van dit derde verzet was er sprake van in totaal 177 strafbare feiten, wat u ook te zien heeft gekregen op de film, die ook nog verfilmd verder gaat worden met tekst en uitleg. Dito mevrouw Corine van der Vliet, er zijn meerdere getuigen geweest en ook mensen die zelf benadeeld zijn bij Corine van der Vliet geweest. Corine van der Vliet heeft ook aangifte tegen mevrouw Sulke van Puijenbroek gekregen van mij en van derden.
Zij heeft ook van de heer Luc Ottens te horen gekregen dat het een en ander misgaat. Maar mevrouw Corine van der Vliet huppelt gewoon netjes de Polonaise achter meneer Nol Kleingeld. En ik weet, de Rabobank en Rotary Waalwijk aan. 4.3. Jeugdzorg JBB. Naam, Gerard Stoop. De heer Stoop, de familie Stoop, kun je terugvinden als je kijkt bij Adel Nederland. Nederlandse adel. Meneer Stoop behoort gewoon tot de privilege mensen die gewoon ja, over lijken mogen gaan. Die gewoon ouders van kinderen mogen scheiden in opdracht van Augeo. En Augeo is weer van familie de Rijke, een van de elite families van Nederland. In het kader van een ontvolkingsprogramma enerzijds en anderzijds voor en bevoordeling van clubleden in mijn geval. Gerard Stoop, manager. Wilbert Mente, manager. Silke van Puijenbroek, liegende gezinsvoogd, hoofd, veiligheid, WMO Waalwijk. Stefan van Ardenne, liegende gezinsvoogd. En hier ontbreekt nog meneer Giovanni Tamo, liegende gezinsvoogd. Of Giovanni Tamo is gelijk al bekend dat hij loog en dat is ook meervoudig aangetoond in twee gegrondverklaarde klachten die ingediend zijn door namens mij door de heer Luc Ottens, op dat moment raadslid en partijleider van de Partij van Arbeid, oftewel fractieleider van de Partij van de Arbeid in Waalwijk. En nadat die klachten gegrond verklaard werden, moest meneer Luc Ottens zich terugtrekken, omdat Miranda Dekkers van Jeugdzorg, weer een directe collega van een vriend van mijn ex-schoonvader, de heer zijn naam krijgt, de tweede man, die ook op mijn website staat, Roel van Gurp. Ik heb nog onder Roel van Gurp Stichting de Kansenfabriek opgericht. Maar in ieder geval collega van Roel van Gurp, ten faveure van mijn ex-schoonvader, ten faveure van gemeente Waalwijk, ten faveure van zijn organisatie, malafide organisatie Jeugdbescherming Brabant, die louter en alleen ouders van kinderen scheiden. Meneer Roel van Gurp, u bent een beroepscrimineel. U maakt van ouders en van kinderen het leven tot een hel. U weet dat u daarmee bezig bent en ik weet ook dat u aan een van de grootste pijlers bent in dit geval van het ontwrichtingsprogramma van de Nederlandse staat. Noem van jeugdzorg, dat gewoon geen zorg is, maar louter anti-zorg en anti-hulp. Wel een groot broodje aap vooral. Dus Partners voor Jeugd, overkoepelend bestuursorgaan jeugdzorg. Dat is Roel van Gurp, vriend, ex-schoonvader Niek Splinter, directeur Cassade Woningstichting. Even voor jullie beleving, boven de heer Roel van Gurp staat het Partners voor Jeugd, de heer Fred Teven. En de heer Fred Teven die is officier van justitie geweest. En die heeft ervoor gezorgd dat onder andere mensen als de heer Demming vrij zijn gesproken. Maar ik weet sowieso dat mensen zoals Truus en zeer veel slachtoffers in Den Nederlander gewoon levenslang misbruikt zijn. En kinderen mogen geen aangifte doen en mama's mogen geen aangifte doen. Het is gewoon een mannenmacht, een trinity. En haantjesgedrag, gewoon een machtsschuilheid. 4.5. Ex-partner, naam Edwin Maarten Splinter, mijn ex. Zoon dus van DGA, voormalig bestuursvoorzitter van de Rabobank in Waalwijk, de Langstraat. En DGA bij Sielskind, directeur, groot deel aanhouder. En Edwin Maarten Splinter, mijn ex, staat boven elke wet. En ik heb 20 jaar samengeleefd met mijn ex. Toen was dat al zo. En de laatste 5 jaar, dus vanaf 2016, zijn echt alle grenzen overschreden en mag hij gewoon georganiseerde misplaats samen met zijn vader en samen met mensen die binnen Rotary Waalwijk functioneren, maar ook binnen de politiek tot zelfs landelijk toe worden mensen gewoon tegen mij uitgespeeld. Controlled opposition, et cetera. 4.6. Zijn vader wie in charge is van alle gedoogde criminaliteit jegens mij door alle betrokkenen, inclusief deze en de fraude van zijn zoon. Naam Niek Nicolaas Anthony Splinter. 4.7. Advocaat ex-partner. Mieke de Hart,
Nancy van Uitert. Nancy van Uitert is tevens Rotary-genoot Waalwijk van Niek Splinter en Raad van Commissarissen Rabobank de Langstraat. En in deze kanttekening dat die Rabobank de Langstraat in samenspraak met betrokken partijen echt meervoudig gewoon criminaliteit jegens mij hebben gepleegd en echt alles in het werk gesteld hebben om mij van enig recht, van enig horen, enig van alle stukken te onthouden, gewoon alsof ik een derderangs burger ben. Maar het is ook zo, want deze mensen die zien vrouwen gewoon echt als vee, als slavinnen en kinderen als mascottes. En dat kunnen jullie zien wat dan met Truus is gebeurd. En ik kan je verzekeren dat dat geen uitzondering is. Ook de film die ik heb gepresenteerd van Octagon Banksters, die iemand anders heeft gemaakt, maar waar ik het een en ander toelichting heb gegeven. En de film die laat zien wat er met mij gebeurd is in het gesprek op 29 januari 2018. Waarin meneer Masterbroek mij gewoon als een huppelkutje behandelt en zichzelf gewoon een R aanmeet. Dat zelfs mevrouw Ineke Ruigt, lokaal lid van D66, op dat moment fractievoorzitter, zei dat, dat hij ons vergeleek met het behandelen als een stelletje kleuters. En dat is ook zo. Want meneer Masterbroek die acht zichzelf gewoon God en een vrouw gewoon een stuk vee. Zoals ik ook al meerdere keren heb beduid. En wat je ook kan lezen in wat Truus Schouten heeft meegemaakt. Dan hebben we dus bij Rabobank de Langstraat 4.8 de naam van Peter Konijnenburg. Peter Konijnenburg, mijn ex-schoonvader was zijn nestor. Dus opvolger, bestuursvoorzitter Rabobank de Langstraat. En Rotary-genoot ook van mijn ex-schoonvader in Waalwijk. Woonachtig in Vught. En daarnaast hebben we ook nog bij de Rabobank de heer Leo Masterbroek. En nog andere mensen die daaronder hangen. Die ook buiten het boekje zijn gegaan. Waaronder Aida de Wert als vrouw zijnde van Peter de Wert. Die mij thuis kwam molesteren in mijn hal. Omdat ze het niet oké vond dat ik fraude van haar man aantoonde. Maar blijkbaar is gewoon fraude en misdaad georganiseerd door de Rabobank. Gewoon algemeen gedoogbeleid in Nederland. 4.9 dasgesbijstand, naam Pieter Vos. Pieter Vos heeft aangegeven dat hij schade zou vergoeden die ontstaan zou zijn en is ontstaan op het moment dat er niet adequaat gereageerd werd op de Rabobank. Maar blijkbaar is er dan toch ergens iets wat dan bepaalt dat mensen die met de Rabobank te maken hebben, dat die niet ondersteund mogen worden middels rechtsbijstand. Ik hoop nog steeds dat de mensen die op dit moment mijn advocaat toestemming hebben gegeven om de Rabobank gewoon in zaken de fouten die zij gemaakt hebben en de stukken die zij mij onthouden hebben, rectificeert. Maar goed, ik ben zeer ernstig benadeeld door deze meneer Pieter Vos in de belangenbehartiging van mijn recht op rechtsbijstand. 4.10 KPN Meiburg. Waarnemend rechter is de heer Valentijn van Noorliansen. Die is op de hoogte gebracht van fraude door de heer E.M. Splinter en de heer N.A. Splinter. Door de boekhouder van de heer E.M. Splinter zijn en mijn ex. Alleen in verband met mensen die werkzaam zijn binnen KPN Meiburg, dus partners, is mijn case dusdanig zo dat het, dan blijkt gewoon dat vrouwen gewoon geen recht in de ogen hebben. En dat het daarom belangrijker is over mensen die in de top buiten een boekje gaan elkaar de bal toe te bespelen om vrouwen naar de Filistijnen te helpen. Maar goed, ik heb nog steeds vertrouwen op deze persoon in kwestie ook, dat hij uiteindelijk wel voor recht durft te gaan. Dan 4.11, makelaar, taxateur, Oldekotte. Meneer Max, de Oldekotte is aangewezen door mevrouw Ingen Brer Straatmans. Die komt door de hele procesvoering, de procesgang in mijn case, komt zij terug. Mevrouw Ingen Brer Straatmans is ook voorzitter van de Raad van Discipline. En heeft bepaald dat de heer Pieter Alexander van der Hagen niet mocht komen opdagen in belangenbehartiging in mijn pleiten tegen twee advocaten die mij benadeeld hebben. En extreem mij benadeeld hebben in zaken mijn kinderen, in zaken mijn recht op alimentatie vanaf dag 1.
En in zaken huiselijk geweld wat weg werd gepoetst. En in zaken frauderen namens de boekhouder van mijn ex als zodanig erkend om dat weg te poetsen. En deze Pieter Alexander van der Hagen die maakte zijn personalia bekend bij mevrouw Ingenbrecht Straatmans en mevrouw Huismans van Opstal. En voorts mocht hij niet meer komen pleiten. Dat, maar in ieder geval meneer makelaar taxateur Oldekot is aangewezen door mevrouw Straatmans. En deze meneer Oldekot heeft ook gehandeld met voorkennis, overigens net als alle personen in dit straatje. Niet allemaal, maar in ieder geval mijn ex-schoonvader, de burgemeester, deze meneer Oldekotte, dadelijk de heer Jonker-Seelen en een aantal advocaten weten vanaf 1954 dat men bezig is met een ontvolkingsprogramma, dat dat 2020-2030-tal zijn, vaccinatiedwang en chaos, order en chaos. Veroorzaken altijd oorlog en mensenrechten schendingen waar dan gewoon niet op geanticipeerd wordt. Luister, we zijn gewoon een stelletje slaven die gewoon geen rechten hebben op dit moment. Alleen logeleden hebben rechten en dat moet echt stoppen omdat die logeleden zelf ook niet in de gaten hebben overigens. Omdat, maar in ieder geval een kanttekening, ze hebben zelf ook niet in de gaten dat ze geen recht hebben, anderszins dan dat ze kazarenbloed hebben, oftewel Ashkenazi's zelf zijn. En de rest wordt gewoon gebruikt om de goede mensen naar de Filistijnen te helpen om vervolgens zelf ook exit te mogen. Nou, dan hebben we dus, waar ik het over had, is meneer makelaar, taxateur Oldekotte, Hein Oldekotte. Ik heb heel duidelijk gezegd wat er sprake was van fraude. Dat is ook bekend bij de heer Oldekotte. Maar omdat logeleden belangrijker zijn dan vrouwen en kinderen, wordt daar toch gekozen voor mensen die samen naar de vrijmetselarij gaan. 4.12, Jonker-Seelen rechtsdeurwaarders. Nou ja. Ja, die staat er dan bij en die trekt dan mensen uit hun huis, terwijl die weten van fraude, dus zieke zielen. Ik kan er niks anders van maken, meneer Seelen. U weet wat er speelt. U weet hoe extreem ik als mama benadeeld word. U was van alles op de hoogte gebracht, inclusief dus van de fraude door mijn ex in veelvoud, wat ook in die actio proprio motu Poliana stond. U heeft niet eens de moeite genomen om mij te beantwoorden. Overigens net zoals meneer Jonker-Seelen. Ook zoals meneer Oldekotte die dan gewoon net doet of dat hij gek is. Net zoals meneer burgemeester die net doet of dat hij gek is. Net zoals de griffier, Guus Kokke, die net doet of dat hij gek is. Die dan even belt dat mensen hun mond dicht moeten houden. Hetzelfde als gebeurd is trouwens met professor... Dr. Joris D.E. van der Schuren, die ook contact heeft gezocht met de Rabobank, met de provincie, met de gemeente. En dan wordt verteld dat hij zich daar toch maar even niet mee moet bemoeien. Zoals al die andere mensen die zich niet mogen bemoeien met mij en die allemaal mij gewoon de pijp uit moeten laten gaan. Die zelfs niet mogen helpen. Jullie zijn gestoord. Dan ga ik door de hel. Jullie zijn gestoord. Niet ik. Echt niet. Echt waar, als al die GGZ-instellingen nu gewoon aangepast worden voor jullie, dan zijn wij binnen 5 jaar klaar. Dan zijn er nog wat mensen die echt gewoon voor het gerecht moeten worden gesleept. Omdat ze echt zo als een beest tekeer zijn gegaan en zoveel gefraudeerd hebben dat het einde niet in zicht kan zijn. Maar voor de rest zijn we dan vrij. 5 jaar al die gasten, hup, GGZ in. Heb je ook genoeg aan verdienmodel van je eigen dingen die je dan kan rechtzetten. Dan hebben we 4.14, advocaat Sophie Rentegen van Engelen. Advocaat die gaat voor geld. Advocaat die dus gelogen heeft voor de rechtbank bij de eerste VOVO door gewoon een brief van een deurwaarder weg te poetsen. Die gelogen heeft over huiselijk geweld. Die gelogen heeft over inkomsten van mijn ex-partner. En die vooral betaald werd door mijn ex-schoonvader om mijn ex en via rechtspraken mijn kinderen bij me weg te halen uiteindelijk. Mijn kinderen te onthouden van zorg. En mij geen alimentatie te laten betalen. Gewoon gestoord wijf.
Merel Brouwers dito. Een advocaatje dat dan gewoon ervoor gaat om inderdaad ook weer die logeleden te bevoordelen. En over lijken gaat mama's naar de kloten te helpen. Ik weet niet, mevrouw Rentegem en mevrouw Brouwers, of jullie een moeder hebben die jullie heeft laten misbruiken of zo. Dat daarom het respect voor vrouwen 0,0 is. Maar goed, ik betreur het. Echt, het is ziek. En bij deze wil ik jullie alsnog aanklagen voor hetgeen wat jullie bewerkstelligd hebben en verantwoordelijkheid daarvoor laten dragen. Dus Rentegem en Brouwers waren eerst advocaten van beide, dus van mijn ex en mij, in opdracht van mijn ex-schoonvader. En voorts alleen voor de heer E.M. Splinter, die van huiselijk geweld door E.M. Splinter wisten en van fraude van E.M. Splinter en zijn vader wisten. Hetgene wat medegedeeld door de boekhouder van E.M. Splinter door aan beide bewust voorbij gingen. Dan hebben we mevrouw Loes Stam. Loes Stam is indirect directe lijn met onder andere meneer Konijnenburg, de burgemeester van Vught. En is ook advocaat van mijn ex-zwager geweest. 2 jaar later. Nee, even kijken. Het is de sessie 2017, 2018, 2019, 2020. Dus 4 jaar later was mevrouw ook advocaat, toevallig, dat is de advocatencombinatie Stamp Sarah van mijn ex-zwager tegen mijn ex-schoonzusje, die ook narcistisch werd uitgebuit en mishandeld. Dus mevrouw Loes Stamp, die is er niet voor vrouwen, dat kan ik jullie gewoon unaniem zeggen. Die is er alleen maar gewoon om mee te werken aan het systeem. En die kan je beter niet als advocaat hebben, want ze besodemiet het de boel. En ze denkt niet aan kinderen, ze denkt alleen maar aan zichzelf. En kijk, als jij advocaat bent en je verwijst gewoon je cliënten gewoon om ze zelf maar even gewoon voor gek te laten verklaren van ik heb een bekend psycholoog waar ik je wel naartoe kan sturen. Deze mevrouw Loes Stam moet, hup, ook die GGZ in. Dat is gewoon de beste oplossing. Want als je dat soort dingen doet, dan ben je gewoon geen advocaat waard. Geen titel advocatuur waard. Pieter Schippers, die wel mocht deelnemen aan de Zwanenbroeders Rally, terwijl ik uitgenodigd was als gezelschap van een van mijn vrienden Jeroen Vrijhoeven. Nou goed, die Zwanenbroeders Rally kon ik dien ten gevolge helemaal uitmeten wie eraan deelnam. En toen kwam nog meer op een presenteerblaadje welke mensen bij bepaalde loges behoren en vervelende dingen doen. Nou, Pieter Schippers die weigerde voor mij te knokken in zaken jeugdzorg. Ik werd door hem uitgehoond, zelfs door te zeggen van ja, komt er nog wat van die stukken en ik ga geen hoger beroep doen, want je moet eerst betalen, heeft hij geweigerd. Hij weigerde stukken in te dienen van Luc Ottens in zaken die had willen sturen naar de rechtbank. Het is echt gewoon een loser. Gewoon eentje die je kan omkopen om hele gezinnen naar de kloten te helpen. Ik weet dat hij vader is geworden. Maar als je zo met andere mensen omgaat, dan mensen zo kan benadelen, Pieter. En zo naar de kloten kunt laten helpen ten gunste van mensen bij de rechtbank. Of het nou de deken is of mutsenclub bij de rechtbank zelf. Ik heb daar gewoon geen respect voor. En zoals je met mij bent omgegaan, iedere keer heb ik mensen opnieuw vertrouwen geboden. En iedere keer ben ik opnieuw besodemieterd. Dus als je vrouw bent, moet je zeker niet naar meneer Pieter Schippers gaan. Als je geen logelid bent, raad ik het ook af. Dus die advocaten zijn unaniem aantoonbaar, hebben ze gehandeld in mijn nadeel. En dat betekent groepsaansprakelijkheid in verband met handel, met voorkennis, oftewel Pauliana-fraude. Wetgeving en jurisprudentie. De gerechtsdeurwaarder houdt gedurende het hele proces de belangen voor ogen van zowel de schuldeiser als de schuldenaar. En in mijn beleving geldt dit ook voor rechters en geldt dit ook voor burgemeesters en geldt dit ook voor griffiers en geldt dit ook voor alle andere logeleden, weet ik. Maar dat doen ze dus niet. Ze houden alleen maar rekening met de belangen van hun clubleden of logeleden.
oftewel kaballeden, oftewel ambtenaren en hun vriendenclubs die er omheen hangen. Vrijmetselarenclubs, Rotaryclubs, Rozenkruisersclubs. 5. Wettelijke maatschappelijke zorgvuldigheid. Maatschappelijke zorgvuldigheid vereist dat de rechtsdeurwaarder zich van de buitengewone coronacrisis en internationale lockdownverordeningen rekenschap geeft, welke tevens gevolgen hebben voor de leveringstermijn van de koopsom van het woonhuis aan de Massenetstraat 15 te Waalwijk door het buitenlandse investeringsfonds dat de lening van de bewoonster mevrouw G.W. Everstegen van het woonhuis aan de Massenetstraat 15 te Waalwijk heeft verstrekt. Dus omdat er een vertraging is geweest met de financiering van het woonhuis, waarvan meneer Seelen gewoon op de hoogte was en waarschijnlijk de Rabobank een grote vinger in de pap heeft om die vertraging te hebben bewerkstelligd, is het in alle redelijkheid en billijkheid, meneer Seelen, belachelijk dat hij mij uit huis heeft laten boren om vervolgens ook nog mijn boedel achterover te laten drukken en mij gewoon op straat te laten staan, want hij was op de hoogte in samenspraak met clubleden als burgemeester Nol Kleingeld en politie wat daar allemaal speelde. En daar heb ik u ook uitgebreid over geïnformeerd. 7.1. Rabobank de Langstraat is voorbij gegaan aan de zorgplicht, welke geheel op haar rust. Tevens weigert de bank sinds juni 2017 stukken in zaken een zonder de handtekening van cliënten afgegeven borgstelling over de totstandkoming van de hypotheekafgifte en weigert zij bankafschriften met tegenrekeningen te verstrekken waarmee hypotheekbetalingen werden voldaan. Waardoor mevrouw Verstegen in haar recht op alimentatie en daarmee haar woon- en bestaansrecht werd benadeeld. Zwak uitgedrukt. Gewoon als sadisme van alles ben ontnomen, inclusief sociale contacten, inclusief zelfs mensen die me wilden helpen, afgetapt, onafgebroken terreur, kinderen ontnomen op basis van bedrog, omzet stopgezet op basis van bedrog, crimineel feit na crimineel feit gepleegd waar ik geen aangifte van mag doen. Daniel Frankenhuis onthouden van handel in Tilburg en Waalwijk. Zakelijk rekening courant stopgezet. Max van Lieshout onthouden van tennis aan de Nederlandse staat. Geen aangifte mogen doen tegen Van Pijenbroek. Geen aangifte mogen doen. Moment.